Hallo kijkers van mijn kanaal, we gaan vandaag verder in Mindtopia. Het is vandaag weer een mooie, rustige dag. En er is zoveel al geregeld en gebeurd. En er komen alleen maar mooie dingen aan natuurlijk. Zoals je hoort, ik ben super eigenlijk verkouden. En het gaat helemaal niet lekker met mij. Maar, nou, het gaat wel best lekker, maar ik ben gewoon flink verkouden. Dus let niet op mijn stem, ik klink 20 jaar ouder. Oh man, dan word ik echt keihard. Dan ben ik 40 alweer. Oh nee! En mijn haar zit ook niet vandaar dat ik een pet op heb gedaan. Want dan, nee, dan valt het minder op dat mijn haar niet zit. Want ja, als je ze verkouden bent en niet lekker bent, dan heb je nooit zin om iets veel te doen. Nou, wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen paar dagen dat jullie niks van hebben mee kunnen krijgen? Dit is van mij, het is officieel mijn plot. Kijk, als we nou ook vet cool, dan gaan we in de commando plot info. En dan, tada! Het is mijn plot! Ik heb alleen nog helemaal geen naam gekozen voor de viswinkel. Catfish was trouwens wel echt een hele leuke. En je had viskat. Je had echt allemaal leuke dingen erin zitten. Ik heb helemaal geen eten trouwens. Ja, kijk hier, ik heb mijn kip. Dat, ik ben bezig met iets. Want ik ben dus naar de bank geweest voor een lening natuurlijk. Want ja, die plot koopt zichzelf niet. En ergens moet ik geld vandaan halen. En ik heb volgens mij nog veel te weinig. Daarom ben ik nog druk op zoek naar een zakenpartner. Dus als jij in de reacties achterlaat met wie ik mijn visbedrijf moet opstarten. Want wat ik wil laten bouwen kost zoveel geld. En heel dat bouwbedrijf is van... Oh nee, goedkoper kan echt niet hoor. Ik heb al wel met de plantenwinkel een dealtje kunnen regelen. Dat zeg maar, kijk. Ik heb maar 650 betaald voor yes, voor mijn onkruid weg te halen. Dus dat was een heel mooi dealtje. Ik moet alleen nog steeds 20 euro terugbetalen. Maar hij is er niet, dus dat is balen. En, oh ja, wacht even. Nou ga ik even mijn... Ik heb, zeg maar, het klinkt heel stom. Maar ik heb twee zeldzame items gekregen van de bank. Omdat... Iedereen kreeg meestal hier in zijn chest zo'n... Oh, even kijken, even een beetje schooien voor eten. Hey, Maaike. Heb jij wat eten? Ik probeer bij iedereen altijd eten te schooien, omdat de winkel 9 van de 10 keer dicht is. Daarom probeer ik mijn eigen winkel te starten. Ja of nee? Krijg ik eten? Alsjeblieft. Ik vraag het heel vriendelijk. Je hebt die mooie vis. Waar komt iedereen toch al van dat vis aan? Oh ja, er is... Ken ik ook nog een concurrentiewinkel die ook nog vis verkoopt. Heb je nog draakvlees? Ja. Oeh. Oh ja, voor de mensen die deze video kijken. Nou, drakenvlees is mijn legendary item. Kan ik dat kopen? Ja. 5k. Kan ik hier nou nog mooi een dealtje uithalen voor 5k? Oeh. Oeh. Yes, I like money. Als ik één ding mee geobsedeerd ben in deze game, is het geld. Ik wil van iedereen geld hebben en zoveel mogelijk geld. Want uiteindelijk moet er zo'n empire komen. Oké, nu heb ik bewijs voor een straatverkoop zonder vergunning. Wat? Oh, shit. Ik word hier bijna gewoon gescamd. Nu ben ik wel aardiger dan je... Ik ben verraden! Je hebt me verraden. Nou, fuck jou dan, Maaike. Hier. Dan doen we wel geen coole zaken meer. Man. Nu heb ik... Dan heb ik technisch gezien dus een strafbaar feit gepleegd in de opnames. Oei. Dus ja, nou, dat, zo word je dus gewoon door medespelers opgelicht. En dan willen ze waarschijnlijk afpersgeld hebben. Maar ik ging naar Cookies Wheels, want daar zit mijn geheime item. Het... Drakenvlees, wat ik aan iedereen probeer te verkopen. Maar niemand wil het kopen, gek genoeg. En ik ben weer helemaal route kwijt. Oh ja, ik moet naar het paarse dak gaan. Want daar is het drakenvlees. Eigenlijk is het gewoon rotten flesh. Alleen, het grappige is, op de server zijn er maar 3 van. Ik heb er 2 en een of andere medewerker bij de bank had er nog 1. Dus ik denk van, oké. Dus ja, dat was mijn geweldige loot die ik heb gekregen van de bank. Mensen krijgen de eerste prijs in de jackpot, de tweede prijs, een of andere erfenis van een ver overleden oma. En wat krijg ik? Rotten flesh. Die ik dus eigenlijk in mijn kantoor neerleg. Dus als je ooit in de autowinkel komt en het stinkt, dan weet je dat het van mij is. Dan weet je dat die van mij is, want die heb ik in de winkel van Colin gedaan, omdat Colin me helemaal nog geen geld betaalt. Dus als je het vindt stinken, dan weet je waarom. Dan zit het gewoon in deze chest hier. Oh, het drakenvlees. Wow. Ja, dat is dus eigenlijk wat ik heb gekregen van de bank. Dus als een bankmedewerker dit ziet of hoort. Bedankt, ik waardeer het. Niemand wil het kopen.
Oh ja, ik vertel er misschien niet bij dat ik het voor 5000 per stuk verkoop. Maar hey, het is zeldzaam. Wie wil het nou niet hebben? Dus wat hebben we eigenlijk tot zover allemaal al geregeld? We hebben geregeld dat, trommelroffel, de plot wordt schoongemaakt. Want anders kan je er niet op bouwen. Dus ik heb al met tuincenters, zoals je ziet, heb ik al een deal kunnen sluiten voor 150. Nee, voor 650. Ik moet alleen nog zo Sander terugbetalen. Ik heb mijn plot netjes gekocht bij de bank. Daar is ook een bewijsje van, zoals je in het begin had gezien. Dus binnenkort moet ik alleen even een afspraak maken met iemand die mee wil investeren in mijn bedrijf. Die daar toekomst in ziet. Want als het goed is, gaan wij daar later ook nog appartementen opbouwen. Dus als jij wil, kan je dus uiteindelijk ook nog bij ons gewoon komen wonen. Want tot zover kan je alleen maar bij Dylan wonen. En die heeft alleen appartementen. Of je krijgt zo'n kranke, miggig starterappartementje. Dus je moet nagaan dat ongeveer... We weten nog niet. Laat achter in de reactie wat we moeten doen. Want natuurlijk, het wordt bijna zo groot als dit. Maar moeten wij het door de helft doen? Of een hele etage? Hele etage betaal je wel flink meer voor, want het is best een grote grond. Maar met de helft betaal je minder en is er meer plek. Dus mensen, laat achter in de reacties wat wij moeten gaan doen. Met wie ik moet gaan samenwerken. Wie mij money's gaat geven. Ik had meegekregen dat Ronald interesse had. En voor de rest weet eigenlijk nog niemand af van mijn snode plannetje. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Excuus dat ik verkouden ben. Helaas komen er iets minder video's. Ik ga nog steeds wel mijn best doen. Dus mensen, ik zie jullie later.